De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft vandaag de resultaten van de Nationale Bosinventarisatie, NFI, gepresenteerd. De studie is de afgelopen maanden uitgevoered binnen het kader van het Nationaal REDD+-programma. Daarbij hebben meegewerkt het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname, CELOS, de Nationale Zoologische Collectie Suriname en het Costa Ricaanse Tropical Agricultural Research and Higher Education Center. De studie hield in dat er op basis van de beschikbare data een zo goed mogelijke schatting werd gemaakt van de koolstofvoorraden en de factoren die gepaard gaan met het omzetten van bossen naar een ander landgebruik. SBB-deskundige Priscilla Miranda geeft het belang aan van de bosinventarisatie. Dus als we even kijken naar het concept bosinventarisatie, dan kunnen we rekening houden met het kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Als het voor de bosbouwsector is om de meest waardevolle bomen te identificeren of een indicatie te krijgen van waar de meeste biodiversiteit is. Het zijn verschillende typen inventarisaties die ook de verschillende schalen vereisen. Sommigen moeten meer precisie vaker naar het veld, meer bomen meten, dezelfde boom meten. Andere is het gewoon een indicatie van het grote gebied waar je een indicatie kan krijgen van wat de voorkomens zijn. Dus om rekening te houden met waar dient de inventarisatie voor, moeten we inderdaad weten hoe we het gaan uitplannen en ontwerpen. Het ontwikkelen van het benodigde instrumenten om het duurzaam beheer van het bos in Suriname te bevorderen, is het hoofddoel van ons REDD+-programma. Dat onze zusterorganisatie en REDD+-partner SBB samen met andere organisaties werkt aan een nationaal bosmonitoringssysteem, waarin dus een nationale bosinventarisatie een belangrijke rol vervult, is een stap in de richting van het bereiken van ons hoofddoel. Volgens Hesdy Esaias, die RGB-minister Steven Relieveld vertegenwoordigde, zullen onze bossen een belangrijke rol moeten vervullen in de duurzame ontwikkeling van Suriname. Te meer omdat zij de grootste hernieuwbare hulpbronnen zijn. Noodzakelijk dat wij onze bossen duurzaam rationeel moeten blijven benutten. Hiervoor heeft ons ministerie met haar technische werkarm de Stichting Bosbeheer Bostoezicht SBB in de voorbije jaren baanbrekend werk verricht. Hierin is de richting uitgezet om de inkomsten vanuit ons bos te verhogen in de vorm van duurzame houtkap, vermarkten van bosbijproducten en te gelde brengen van economische diensten parallel aan het beheren van beschermde gebieden. Hesdy Esaias, die RGB-minister Relieveld vertegenwoordigde tijdens de bosinventarisatieworkshop van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. De SBB presenteerde vanmorgen in de ballroom van Royal Torarica de resultaten van de bosinventarisatiestudie.